chocomelkje dat je net hebt leeggedronken, hè? Ja, dat klopt. Doet het altijd deugd als eerste zo'n chocomel na de cross? Zo nodig om even wat aan te vullen. Maar, ja, het is een goede recuperatiedrank natuurlijk, hè? Ja, en het is ook lekker dus. Dat is ook belangrijk. Heb je gevoeld vandaag wat je wilde voelen in de week voor dat wereldkampioenschap? Ja, maar ook weer het gevoel was nou ook weer niet echt super. Maar ja, dat was genoeg wel om te winnen. Maar het was echt de bedoeling om de voorsprong, of ja, eigenlijk de leiding te nemen. Maar ja, ik was nogal vermoeid van de stage in Spanje. Maar gelukkig toch hier kunnen winnen. Waar zat je dan de hele tijd aan het denken? Ben je echt diep gegaan of probeerde je stil aan die voorsprong gewoon te consolideren? Ja, een beetje zo constant mogelijk rijden en met bepaalde stroken versnelling te plaatsen om wel even die prikkel te houden. Ik wilde hier met een goed gevoel weggaan en dat is wel gelukt. Je oogt ontzettend ontspannen, hè? Heb ik gelijk? Ja, zo is het ook wel. Ik ga eigenlijk zo relaxed mogelijk naar het WK. Al mijn doelen in principe al behaald en er is enorm veel om afgekomen. Dus ja, je moet er toch maar elke week proberen weer te staan en gelukkig de juiste mensen omheen. Maar ja, het zal niet evident zijn en volgende week is een dag apart, maar ik zal er alles aan doen om daar ook te staan. Hoe pak je het nu aan richting volgende week? Hoe zien de komende dagen eruit bijvoorbeeld? Ja, eigenlijk gewoon een normale trainingsweek zoals altijd eigenlijk. Ik pak het aan als iedere andere wedstrijd, dus de voorbereiding hoeft ook niet veel anders te zijn. One question in English. You're in the lead now in this X2O trophy, but you won't continue, I think. No, I end my season after the World, so I didn't participate in the other X2O trophy. So it is what it is, but I need some rest after the World, so that's it. And I guess you're happy with the legs you have 1 week before the World. Yeah, indeed. Cool.